Hallo allemaal, vandaag ga ik jullie leren hoe je food fashion maakt. Allereerst hebben we natuurlijk onze modellen nodig, die ik heb genomen van de voorbeelden van Gretchen en van Edgar Artist. De kunstenaars die we hebben besproken in de PowerPoint. Ik ga beginnen met de modelletjes die ik heb getekend, eerst met potlood en dan nog met een zwarte tekenpen. Je mag ze ook nog inkleuren. En dat heb ik nu nog niet gedaan. En ik ga die in een plastic hoesje steken, zodat ik eerst kan experimenteren met het eten. Want we gaan met het eten een fashion dress, een fashion jurk maken. Dus we beginnen met deze van Gretchen. En ik heb frietjes gegeten dit weekend, dus ik heb nog wat frietjes in mijn bakje bewaard, wat ik over had. Ik heb wat ketchup bij en daarmee ga ik een hele mooie fashion dress maken voor dit model. Ik begin eerst met de ketchup voor het topje te maken. En daardoor ga ik eerst een beetje ketchup op aanbrengen. Daarom dat we eerst op een plastic sheetje werken. Dan kan je nog een beetje experimenteren hoe je het beste wat kan maken. Dan heb ik de achterkant van een lepel om het nog wat netjes uit te smeren. Zoals je ziet heb ik al een beetje met potlood aangegeven tot waar ik de ketchup wil hebben. Voilà. Als je met sausjes werkt, zorg dan dat je zeker wat keukenpapier bij de hand hebt. Dan neem ik nu de frietjes. Dus we pakken de frietjes erbij. En je gaat een beetje uitproberen hoe je die het beste kan leggen. Je kan ze stapelen. Eerst de grote en dan de kleintjes. Een beetje uitproberen is het om te zien hoe je de vorm van een rok of een kleedje kan krijgen. Kijk ook goed hoe de vormpjes lopen. Zoals met een puntje is dat leuk om daarmee aan het uiteinde te werken. Kleine frietjes kun je er bovenop leggen. Ik heb nu dus voor frietjes gekozen. Straks ga ik met iets gezonds werken, namelijk een avocado. Ik vond het contrast wel leuk. Het is echt gewoon wat uitzesten. Te zien hoe je het mooiste effect krijgt, hè? Onder nog en dan is mijn jurk van frietjes klaar en dan kan ik een foto gaan nemen. Voilà.
Dan gaan we nu over naar een iets gezondere jurk, namelijk een fashion dress van Advocado. Ik heb daarvoor een avocado genomen en die al in reepjes gesneden. Ik heb ook de pit bewaard en het omhulsel van de avocado. Je kunt zeggen, oké, ik leg dat zo neer. Het is een jurk, maar niet echt een fashion dress. We gaan wel deze schil gebruiken. Maar we gaan er iets mooiers van maken. Allereerst kun je die schil heel gemakkelijk in verschillende vormpjes scheuren. En daarmee wil ik eigenlijk het topje. Nu zie je dat er hier zo'n hartvorm is. Zo. Voilà. En dan ga ik met mijn schijfjes avocado uitproberen of ik daar een mooie rok van kan maken. Je kan die schijfjes in verschillende richtingen leggen natuurlijk. Ik wil dat mijn jurk wat mooi omhoog gaat zwieren. En je kan die dan ook, net zoals je ze snijdt, in laagjes op elkaar leggen. Je kan ervoor kiezen om eerst een basis te maken en dat je daar dan bovenop verder werkt. Met avocado moet je met lange nagels zoals ik heb natuurlijk oppassen. Dat je het niet te snel beschadigt. Je kan er kleine stukjes van afhalen. En het is echt uitproberen, laag op laag. En je stopt pas als je zegt van ja, dit vind ik mooi. Ik denk dat ik er nog één stukje bovenop ga leggen. Een klein stukje hier. Dan kun je, als je een beetje hebt gesmost, dat heel gemakkelijk met een stukje keukenpapier wegvegen. En dan de finishing touch niet vergeten. Ik ga dus gebruik maken van de pit. Ik maak hem eerst proper. Die leg ik in haar handen. Er is weer een fashion food klaar. Klaar voor de foto.